onder luid applaus komt Kelly Dortmans de kapsalon in Schaik binnen. Haar lange 52 dreads gaan er vandaag af. Voor een goed doel. 22 augustus is mijn moeder overleden. De gevolgen van kanker. Ja. Is ze er een beetje bij nu, vandaag? Ja, zeker wel. Ja. Ze heeft een paar dagen voor haar overlijden ook nog alvast één dreadlock afgeknipt, symbolisch. Dus ze is er toch een beetje bij zo. Kapper Maarten Ploegmaker zette 10 jaar geleden eigenhandig de dreads bij Kelly in. Aan hem nu ook de taak om ze eraf te knippen. Ik vind het een eer om ze nou af te mogen knippen. En knip? Ja. Oké. No way back now. Ik voel me heel leeg. Ja. Het valt een last van mijn hoofd, zou ik het zo zeggen. Ja. Ja, letterlijk. Letterlijk, ja. Het voelt ook heel raar in mijn nek nu, dat het gewicht er niet meer op zit. Maar heel bevrijdend ook, ja. En dan nog een nieuwe koep. Een klus die een paar uur duurde, maar met dit als resultaat.